Vandaag 6-5-2020, slechts een weekje verwijderd van mijn 68e verjaardag, gaan we het feit vieren dat we 8 weken lockdown achter de rug hebben. 8 weken onrechtmatige vrijheidsberoving vanwege een corona-nep-pandemie. Een sprookje aangegrepen om de nieuwe wereldorde uit te rollen. Verplichte vaccinatie of de rest van je leven in lockdown. Dat is de keuze die ik heb. 20 jaar heb ik mij kunnen voorbereiden op deze keuze. Ik ben immers al lang wakker en weet wat er speelt achter de schermen. Vaccinatie? Ik zeg nee. 1,5 meter economie? Dat onnatuurlijke menselijk gedrag stuit tegen elke vezel in mijn lichaam. Ik doe niet mee. Juist nu, na 4 en 5 mei, is het een mooie tijd om deze statement af te geven. Een boodschap voor alle NSB'ers die tegenwoordig werkzaam zijn als journalist en rechters en overlopers die menen de grondwet te kunnen negeren en de orders volgen van de deep state marionetten zoals minister-president Mark Rutte en al die andere Bilderberg figuren die een noodwet hebben ingesteld zoals elke dictator dat zou doen. Ik doe niet mee en vertrouw op het plan. Meneer Rutte. 'Cause I can see the light.